We zijn hier op de basisschool in Leeuwen en we zijn hier bezig met de voorbereidingen voor de blazersklas 2015-2016. En het is de bedoeling dat we straks gaan laten huren wat we vanaf september geleerd hebben, althans de kinger. Het zijn er 26 blazers die tegelijkertijd proberen muziek te maken. Voorzichtig naar binnen. Rust. En dat plaatsen, hè? Het zijn allemaal blanco leerlingen die niks kosten, dus we ook geen noten lezen. Nu is dat nog niet zo heel erg belangrijk. Kosten ook geen instrumentfatsoenlijk vasthaaien en kosten ook geen noten lezen. Niks kosten ze eigenlijk. Totaal blanco. En nu is het zo dat die dus in een, door verschillende componenten gestimuleerd, gefaciliteerd werden om muziek te maken. Het is A, de fanfare van Leeuwen, de zool, niet te vergeten. De EC, cultuurfabriek, en niet te vergeten de overheid die dat financieel mogelijk maakt. Om in ieder geval niet te haal te blazen. Oké, vooral doen. Oké, 1, 4 tellen uitgenodigd, ja? 1, 2, 3, 4. Ik zie in mijn hele leven een uitdaging, dus dit komt er nog bij. Dus maar ja, als het enthousiasme zus van die kinger, met name tijdens de les, maar vooral op momenten dat we dus dit in een uitvoering brengen, zoals met Sinterklaas, hebben we Sinterklaas binnengehaald. Er stonden 40 muzikanten, welkom Sinterklaas welkom te heten, dus dat was wel een happening. Tel ver vanavond, dan moet je het ver tellen in de moord, hè? Yep. 1, 2, 3, 4. Ja, eigenlijk heel goed. Ja, je kan leren blazen. Ja. Zo simpel is dat. Alleen het oefenen. Dat is natuurlijk, het resultaat is natuurlijk, wie meer dat ze oefent, hoe beter dat gaat. En er zijn een paar, dat zult je straks nog merken, die oefenen elke dag. En er zijn nog een paar die raken het instrument maar één keer per week aan. Dat is wat je ziet in de klas. Nou, dit is een initiatief van Fanfare Sint-Laurentius, Oet Leeuwen. En die willen eigenlijk om de fanfare te promoten, om nieuwe leden te krijgen, iets doen voor een show. In groep 4 hebben we een paar muzieklessen van Huub ook. En die sloeten voor heel feestelijk af. En in groep 6 zijn we begonnen met de blazersklas. Alle kinderen enthousiast. De fanfare heeft genoeg instrument voor alle kinderen. En als de zus wat dat oplevert, dat is ja, geweldig. Ad, dat is de mine assistent. Die gaat het instrument even controleren of ze het nog wel doen. Dat zal de ventielen bij de buurt blijven meestal hangen. Vervolgens doen we de warming-up. Zoals met de andere leerlingen ook doen. Dat zijn de vaste oefeningen. Lange noot. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Oké, en hoe is er een om leeg? Ja, dit jaar begonnen we dan met in groep 6. Hebben ze het automatisch. En ja, dat is dus blazersklas, gewoon showtiet. En dan geef je boezen de les. Ik vind het leuk om te blazen op een trompet of zo. En ik begin eigenlijk in de bugel, maar ik ga bijvoorbeeld even een trompet. En ja, nu vind ik het toch eigenlijk echt wel leuk. En ik wil er eigenlijk ook wel weer op gaan. Nou, eerst dacht ze, ja, wat is het? En toen, ja, dan begint ze dan met en vindt ze het heel leuk. Dus ja.
We kregen hem met naar huis en dan mocht ze oefenen. Als ze het niet leuk vindt, ze hoeft ze niet te oefenen, hoeft ze niks te doen. Maar ik oefen wel binnen elke dag. En vroeger heb ik nooit trompet gespeeld, nog geen instrument. Maar nu vind ik trompet en duo echt fantastisch. Ik vind het heel mooi dat kinderen op deze manier met muziek in aanraking komen. En dat heeft ook heel veel te maken met Huub natuurlijk. We hebben nu een specialist in huis. En we komen allemaal van de pabo en we mogen allemaal muziek geven. Maar ja, Huub heeft toch anders muziek dan dat we dat zouden doen. Dan zijn we ook samen met de EC en kijken of we dat niet anders gestroomlijnd krijgen. Dat we een 4, 5 en 6 gaat gaan doen. Maar dat zijn nog plannen, daar zijn we nog volop mee bezig. Het is een nieuwe invalshoek, een nieuwe manier van een nieuwe methode om leerlingen binnen te halen. En dat is vrij populair, zoals de zus. Het zijn natuurlijk niet allemaal sterren en de ene oefent wie gezegd heel veel, elke dag, zoals Lars. En zijn nog die pakken het instrument één keer de weg goed. Dat is hier. Prima. Het volgende liedje kunnen we ook proberen, een Europa-tune. Het is volledig vrijwillig. Een beetje vrijblijvend, maar ja goed, we kijken wel op het einde van het jaar wat de resultaten zijn. Ik schat zo dat er, wat ik nu kan inschatten, een 4 of 6 volgend jaar doorgaan met de zogenaamde masterclass. Dan krijgen ze wat meer individuele les en dan hopen dat ze dan ooit een keer doorstruimen naar de vervaren. Op het einde van het jaar, door de eindmanifestatie, geven ze een mini-concert in samenwerking met de vervaren. Dus ze is gewoon dan, ze werden geïntegreerd in die vervaren en speelt dan een aantal liedjes met. Een ventiel zat los. Is dat erg? Nee, ja. Nee. Wordt hij weer beter? Vervaren aan zich is een beetje stoffig, maar ze proberen van een image af te komen en daar doen ze zich alle moeite voor. Maar ja goed, ik heb dan mijn gedachtegang weer, dat ik kan het wel willen en de vervaren kan het wel willen, maar degene die ervoor staat is ook heel erg belangrijk. Elke week hoeven dus een rondje wedstrijd, dus soort wat is meetbaar. Muzikaliteit is niet meetbaar, wat wel meetbaar is. Wie langs een toon kunt vasthouden en wie veel korte noten dat ze kunt spelen. En dan hebben we twee vrijwilligers gevonden, die gewoon even laten horen wie lang dat ze toon kunnen vasthouden. In het begin, bij de eerste les, hadden we ze niet meer dan 15 seconden. De hoogste. En ondertussen zijn die longen zo sterk geworden, na zoveel maanden oefenen, dat het misschien meer dan 20 seconden gaat worden. Veel eten, nee, veel oefenen, dat is het. Lang ademhalen en zo zacht mogelijk. Dan gaan we 1, 2, 3, 4. Ongelooflijk. Erik, dat was leuk. En Lars. Lars gaat een aantal korte noten verbeteren. In het begin kwamen ze niet verder als 30. En dan gaat Lars even bewijzen dat het meer is na een half jaar. Oké? Okay? 1, 2, 3, 4. Ja, ik wil wel bij de fanfare, het lijkt me wel leuk en zo om dat te doen. En dat is, het lijkt me ook wel altijd leuk om op zo'n ding te blijven blazen.